Waar gaan we het vandaag over hebben? Over privacy en ethiek. En dat is natuurlijk best wel een beetje een ingewikkeld onderwerp. Maar ik hoop het voor jullie wat hanteerbaarder te maken met heel veel voorbeelden en praktische zaken uit de praktijk. Inspringend. Als we het over privacy hebben, je hoort de laatste tijd hoor je alles alleen maar over de AVG of de GDPR in het Engels. En dan gaat het over persoonsgegevens en de regels van omgang met die persoonsgegevens. Maar privacy, dat staat eigenlijk een stukje hoger dan dat. Het gaat over een grondrecht, het grondrecht op privacy. Pas daaronder hangt een stukje informationele privacy. Privacy over de informatie van personen. En dat is een term die in de jaren 60 bedacht is, nadat men steeds meer ging zien dat er allerlei databases kwamen waarin veel informatie over personen kwam. En ze dus inderdaad dachten van, ja weet je, ons grondrecht, daar moeten we toch ook eigenlijk wat zeggen over informatie en personen en die link daarnaar, informationele privacy. Pas daaronder hangt dataprotectie, de bescherming van persoonsgegevens. En ik zie de hele tijd alleen maar dat we het daar nog maar over hebben. En ik denk dat dat niet het juiste gesprek is. Volgens mij moeten we op een niveau hoger zitten. Als we het hebben over dat grondrecht op privacy, dan verwijzen we meestal naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 8. En hier staat een hele lange lap tekst en die hoef je helemaal niet uit je hoofd te kennen. Ik heb een paar termen eruit gehaald die mij opvallen omdat ze heel moreel van waarde zijn in dat grondrecht. Maar waar gaat het eigenlijk om? Het grondrecht beschermt je in jouw privésfeer. En dat betekent bijvoorbeeld dat je bescherming hebt van je lichaam. Dat betekent dat niet zomaar iedereen in je lichaam iets mag doen op of aan je lichaam. Dat niet iedereen zomaar in je huis of in je computer mag komen. Maar dat jij ook zelf de keuze hebt met wie jij relaties wilt aangaan. Veelomvattend recht. En dat verschuift ook wel eens wat we daarmee bedoelen allemaal. Heel logisch, want wij verschuiven ook met technologie en wat wij allemaal denken. Het grondrecht op privacy is zeer moreel. En dat zeg ik met nadruk. Want waar gaat het om bij het grondrecht op privacy? Het grondrecht op privacy ondersteunt de vrijheid om te zijn wie je bent en te zeggen wat je wil op welk moment. Daarmee geeft het je ook persoonlijke autonomie. En vrijheid en autonomie zijn kernwaarden voor een democratische samenleving. Het grondrecht op privacy is daarom ook een ondersteunend recht voor andere waarden die noodzakelijk zijn voor een vrije en open maatschappij. Reasonable expectations doctrine. Dat moet ik even een klein beetje toelichten natuurlijk. Hè? Want ik leer jullie nu een klein beetje over dat grondrecht, zodat je een beetje een idee hebt over waar we het over hebben als we het hebben over morele zaken. The reasonable expectations of privacy is een doctrine die door het Europees Hof van Justitie bedacht is. En het ging in een case Halford versus the United Kingdom. En ik zal hem even kort illustreren en vertellen voor jullie wat dat betekent. Er was een politieagent in de UK en zij had problemen met haar werkgever. En daar ontstond een juridisch geschil en er kwam uiteindelijk zou er ook een juridische procedure gehouden worden. De politie, dus haar werkgever, dacht, nou weet je, het lijkt ons handig als wij vast haar werktelefoon en haar huistelefoon afluisteren. Dat kan ons altijd ten goede komen in de procedure. Nou, mevrouw Halford dacht, dat vind ik een heel onplezierige inbreuk op mijn privacy. En die ging uiteindelijk naar de rechter en door naar het Europees Hof. Het Europees Hof die vond daar wat van. En ik zal het even voorlezen, want de lettertjes zijn bijzonder klein. It is clear from its case law that telephone calls made from business premises as well as from the home may be covered by the notions of private life and correspondence within the meaning of Article 8. There is no evidence of any warning having been given to Ms. Halford as a user of the internal telecommunication system that calls made on that system would be liable to interception. She would, the court considers, have had a reasonable expectation of privacy for such calls. Omdat zij geen enkele aanleiding of gedachte kon hebben dat zij afgeluisterd zou kunnen worden. Er was nooit daarover iets gecommuniceerd, geen transparantie daarover. Kon zij redelijkerwijs verwachten dat ze privacy had. Een reasonable expectation of privacy. Daarbij moet je dus altijd naar alle omstandigheden van het geval kijken. Het recht op privacy is niet absoluut. Het kan afgewogen worden tegen andere rechten.
Een voorbeeld daarvan is, vind je heel vaak in de pers. De vrijheid van meningsuiting en persvrijheid. Een van de vele voorbeelden daarvan is een case die Naomi Campbell tegen een Britse tabloid had aangespannen. Omdat zij een foto hadden gepubliceerd waarin zij in een meeting ging van Narcotics Anonymous. Nou, daarvan zei ze, dat is zo privé en dat maakt een grote inbreuk op mijn privacy. En daarvan wil ik dat dat onmiddellijk stopt. Dat is een succesvol beroep geweest op privacy. En daar is afgewogen dat de pers geen recht had om zover in haar privéleven te treden. Dat gaat ook wel eens de andere kant op, hoor. Er zijn ook cases bekend waarin een rechter oordeelt dat de vrijheid van pers hoger geldt dan het grondrecht op privacy. Maar elke keer hangt dat weer af van de omstandigheden van het geval. Als jij een inbreuk wil maken op dat recht op privacy als wetgever of als overheid, dan moet daarvoor een pressing social need zijn. En om daar een voorbeeld van te geven is een Nederlandse zaak, Colon v. The Netherlands. De heer Colon die maakte bezwaar tegen preventieve fouillering. Was op goed moment had de gemeente Amsterdam gedacht, als wij in bepaalde delen van Amsterdam nu een afzetting gaan doen waarbij mensen voordat ze daar binnentreden gefouilleerd worden op wapens, verborgen wapens of andere gevaarlijke voorwerpen. Nou, deze meneer die weigerde daaraan mee te werken en liet dat uiteindelijk voorkomen bij de rechter. En ook hier zal ik weer even voorlezen. In its decision in the case Colon v. The Netherlands, the European Court of Human Rights has unanimously declared the application inadmissible. The decision is final. The case concerned the designation of security risk areas in Amsterdam where any person can be subjected to preventative body search by the police looking for weapons. The court held in particular that the relevant legislative framework contained sufficient guarantees against abuse, particularly the approval and supervision of the decision by the local council and the mayor's consultation with the public prosecutor and a local police commander. The court further found the system effective in combating violent crime. Nou, daar kun je van alles en nog wat van vinden. Hij kreeg in ieder geval geen gelijk. Weet je, de redenering, ik vind het een bijzondere redenering. Hè? De maatregel is effectief en daarom is de privacy-oorloof inbreuk geoorloofd. Maar zo zie je maar weer dat je nog op allerlei verschillende manieren dus weer uitkomsten kunt krijgen in zo'n casus, afhankelijk van het blikveld wat daarin gekozen wordt. Goed, dan komen we nu aan de praktijkvoorbeelden. Ik heb daar gewoon een heel eenvoudig kwadrant gemaakt, maar zie het vooral ook vaak als een praatplaat. Als er in business allerlei mooie, prachtige ideeën verzonnen worden, dan kun je ze eigenlijk altijd wel wegen en zien op één van deze verschillende kwadranten. Het mag, maar het deugt niet. Het mag en het deugt. Het mag niet, maar deugt. Het mag niet en het deugt niet. En dat helpt vaak ook om naar dat ene kwadrantje te komen, het mag en het deugt. Het mag is natuurlijk het juridische aspect, het deugt is natuurlijk, vinden wij dat een goed idee met z'n allen. Ik ga bij allen een voorbeeldje geven. Het mag, maar deugt niet. Dus juridisch is dit oké, maar het deugt eigenlijk van geen kanten. Oftewel, je klanten of je burgers vinden dit helemaal geen goed idee. En misschien had jij dat zelf ook wel moeten vinden. Het ING'tje. Ik denk bij heel veel mensen inmiddels wel heel erg bekend. Maar degene die het misschien niet meer helemaal helder voorstaat, wat gebeurde daar? ING had op goed moment bedacht, laten wij een nieuwe business case gaan bedenken. Wij willen graag het betaalgedrag van onze klanten gaan analyseren. En nou ja, daar kunnen wij misschien allemaal hele hippe en kekke commerciële dingen mee doen. Ja, hadden ze gezegd, nou dan moeten we wel naar onze juristen gaan. Want ja, in ieder geval moeten we kijken of dit juridisch mag. Nou, de juristen hadden gezegd, ja, jeetje, ja, commercieel gebruik van persoonsgegevens. Nou, daar moet je wel opt-in voor hebben, hè? Daar moet je wel toestemming voor hebben. Dat moet je goed inregelen, dat moet je goed doen. Dus, nou, zo gezegd, zo gedaan. Ze hadden het nog amper gelanceerd of natuurlijk de hele groepgemeenschap viel erover. Want ja, weet je, ook al mag het juridisch wel, dit deugde van geen kanten. De klanten wilden absoluut niet dat hun persoonsgegevens of terwijl hun betaalgegevens geanalyseerd zouden gaan worden voor commerciële doeleinden. Dit is een typisch geval waarin er niet naar de klant geluisterd is van tevoren. Dat zou je eigenlijk altijd moeten doen, maar dat is best lastig. Nou, mag wel, maar deugt niet.
Nog eentje. En dat is een hele dankbare natuurlijk altijd. Hè. Bij de Belastingdiensten, daar deugen een heleboel dingen voor ons gevoel allemaal niet. Maar deze is wel heel interessant, omdat daar een hele beweging heen en weer wordt gemaakt. Zoals jullie wellicht bekend, de Belastingdienst die vraagt nogal graag massaal gegevens op om te controleren of wij wel allemaal netjes de vereiste belastingen betalen. Hoek daarvan die zij graag bewandelen is om te kijken of leaserijders wel echt allemaal netjes zakelijk gebruik maken van de auto en niet stiekem privé op de momenten dat dat niet mag. Dus wat hadden zij gedaan bij de Belastingdienst? Ze hadden aan heel veel parkeergiganten hadden zij gevraagd van, nou, geef mij even jullie parkeergegevens, dan vergelijken we die met zaken die wij weten over de zakelijke lease. En dan kijken we wie waar op zondag per ongeluk stond op een punt dat dat niet mocht. Één bedrijf zei, nou weet je, dat vind ik eigenlijk geen goed idee, want dat maakt een inbreuk op de privacy van mijn klanten. Dus nee, die gegevens krijg je niet, we gaan gewoon naar de rechter. In eerste instantie kom je dan bij een lage rechter terecht en die rechter zei, nou dat klopt, je hebt gelijk, dit is een onevenredige inbreuk op de privacy van al je klanten om dat zomaar klakkeloos allemaal te geven. Dus u heeft gelijk, u hoeft het niet te geven aan de Belastingdienst. In hoger beroep ging de Belastingdienst natuurlijk, hè, want die was het daar niet mee eens, kreeg de Belastingdienst gelijk. En die zei, zei die rechter, de punishment fits the crime. Als jij stout hebt gedaan, dan moet je gepakt kunnen worden. Dus ja, die data mag opgevraagd worden. En die bevoegdheid heeft de Belastingdienst wel. En dan staat er ook zo'n heel stemmingmakend artikel. Hè? Stiekem rijden met je leasebak wordt een stuk moeilijker. Nou ja, weet je, stiekem rijden, hè, getsie. Het allemaal redelijk stemmingmakend ook weer. Maar goed, daar bleef het niet helemaal bij. Want dan denk je, hé, nou is het verhaal af. We hebben hoger beroep gehad. Toen kwam er een interview in de Correspondent met Hans Blokpoel. Nou, de man is inmiddels niet meer op die plek natuurlijk, maar weten we van alles en nog wat van. Maar hier werd het eigenlijk wel heel bijzonder. Want die man die zei dus zo in dat interview, ook al mag het opvragen van de persoonsgegevens volgens de wet wel, het was geen goede stap. Dit was voor mij persoonlijk ook over de grens. Oh, ze gingen dus van het mag niet naar het mag wel naar dit deugt toch eigenlijk van geen kanten. Nou. Het mag niet en het deugt niet. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon de beste, hè, want die is het makkelijkste eruit te halen. Die is zo ontzettend fout. Het mag niet en het deugt niet. Dus weet je, er zijn een heleboel voorbeelden ook van, maar ik geef jullie er twee. De eerste, het mag niet en het deugt niet, is Facebook. Weet je, jullie zullen zeggen, laaghangend fruit. Bij Facebook heb je sowieso al niet zo heel veel privacy, maar deze ging nog een stapje verder. Onze eigen autoriteit persoonsgegevens startte een onderzoek naar Facebook, omdat bleek dat zij allerlei analyses deden op basis van gevoelige gegevens van gebruikers van Facebook. En dan vooral gevoelige gegevens over hun seksuele geaardheid. Nou, dat is iets wat je in de basis al helemaal niet mag verwerken. Dus daar vond onze autoriteit wat van en die heeft hen daarvoor ook op de vingers getikt. En vervolgens dus inderdaad met het sommatie om daar onmiddellijk mee te stoppen. Naar het schijnt hebben ze dat ook gedaan. Overigens was die profilering ook niet zo vreselijk goed hoor, heb ik in de praktijk ervaren. Maar dat is dan even een persoonlijke side note bij dit voorbeeld. Ik werd op goed moment werd ik 40, nog niet zo heel lang geleden hoor. Ik op Facebook staat, ik ben getrouwd met mijn proefschrift. Ja, weet je, ik heb dat huwelijk nooit ontbonden. Het is ook nooit helemaal goed gekomen met mij in mijn proefschrift. Weet je, nooit lekker afgerond en zo. Er staat nog steeds dat ik getrouwd ben, maar wellicht heeft Facebook door dat dat een faker is. Ze hadden in ieder geval bedacht dat op mijn verjaardag kreeg ik ineens allemaal prachtige advertenties. Of ik dan nu kwam ik in aanmerking voor daten voor 40 plus. En het was heel erg heteroseksueel en zo. En of ik dan toch wel niet heel graag nu aan de man wilde. Want het was 40 en het was toch wel hoog nodig. Dat was een beetje de toon die daaronder zat. Maar één, weet je, ja, ik wilde niet zo graag daten. Twee, heteroseksueel ben ik ook niet. Weet je, ik ben biseksueel. En dat had je misschien best wel kunnen weten. Want ik like allerlei biseksuele groepen. Ik ben daar zeer vocaal en zeer actief over. En ik post daar regelmatig over. Als je toch dan mijn gedrag analyseert op Facebook, had je dat kunnen weten. Zo goed waren ze überhaupt niet. Enfin. De tweede.
En dat is een prachtig voorbeeld ook. Dat zal wellicht jullie ook aanspreken. Evernote, die had op goed moment bedacht. Ja, weet je, security, hè, is super belangrijk. En daar moeten we wel meer aan doen. En veiligheid. En nou, weet je wat? Er zijn een aantal mensen bij ons die met security bezig zijn. Laten wij hen nou ook toegang geven tot de inhoud van de notities van onze gebruikers, zodat ze die kunnen meelezen. Want dat is goed voor de veiligheid. Nou, weet je, hè, bedoel, allemaal in de zaal voelen we nu al meteen, oh dear lord, meen je dit nu echt? Nou ja, dat meenden ze echt, maar daar kwamen ze toch al redelijk snel ook weer op terug. Dus die zogenaamde privacy policy en security policy die ze in het werk hadden gezet, die kreeg toch een kleine update weer opnieuw. En daarin zeiden ze, nou weet je, laten we dit nou toch maar niet meer doen. En toen stond daar nog heel mooi bij een stukje, en dat zal ik ook weer even voor jullie voorlezen. Evernote employees do not and will not read your notes without your express permission. Huh? Ja, maar weet je, het mag niet, maar het deugt ook niet. Je hebt het niet begrepen, Evernote. Weet je, zij gaan hier helemaal weer in op van, ja, maar we zullen dan netjes toestemming van je vragen. Nee, je klanten willen dit niet, omdat het niet deugt. Ze willen niet dat je meeleest. Communicatiegeheim, anyone? Nou ja, goed. Dus ze hadden het nog steeds niet begrepen. Het deugt niet. En het mag ook niet. De volgende. Het mag niet, maar het deugt. Dit is een hele lastige en dat verschuift ook altijd. En ook hier heb ik nou niet altijd precies meteen dat ik gelijk heb. Ik suggereer misschien gewoon alleen maar ideeën en onderwerpen om over te praten. Wat bijvoorbeeld niet mag. Nou, als je het hebt over crowd control toepassingen. Ik kan me best wel voorstellen dat dat vanuit, heb je weer veiligheidsoogpunt, soms best wel eens heel erg goed kan zijn. Zodat je weet waar loopstromen zijn in gebouwen in geval van calamiteiten en noem maar op. Dus dan zou je op dat moment bijvoorbeeld live telefoons willen kunnen volgen. Waar mensen lopen, et cetera. Nou, daar kun je hartstikke mooie goede dingen mee doen. Kun je ook op allerlei wegen. Kun je daar allerlei oplossingen voor bedenken. Maar dan ligt het er maar net aan of dat je een gewoon bedrijf bent of een telecommunicatiebedrijf bent. Als je een gewoon bedrijf bent, dan heb je daarvoor 6 rechtsgronden onder de AVG, zometeen nu onder de WBP, om gegevens daarvoor te verwerken. En daaronder zit gerechtvaardigd belang en dat kan ook een gerechtvaardigd maatschappelijk belang zijn, dus veiligheid. Als je telecom operator bent, dan ben je aangewezen op de telecommunicatiewet. En dan staan daar 2 rechtsgronden ineens. En 1 daarvan is anonimiteit. Dat is bijna niet te doen. Kan ik je vertellen, dat gaat technisch te ver om dat nu allemaal uit te leggen. Maar als je daar ooit nog over wilt praten met me, dat kan. Geen enkel probleem. En de andere is toestemming. Nou, toestemming live op een moment is ook juridisch heel erg lastig in te richten. In ieder geval vrije wilsuiting op het juiste moment, dat is een ding. Dus nou ja, daar kun je van alles van vinden. Maar ik leg het hier even neer. Want vooralsnog zijn er dan een hoop dingen die telecommunicatieoperators niet mogen en de rest van de wereld wel. Als dat zo blijft, fine by me, maar ik wil het in ieder geval gezegd hebben. De andere gaat bijvoorbeeld over zaken als gezondheid en predictive genetic testing. En dan neem ik altijd even dit als voorbeeld mee. Dit is mijn puffer. Ik heb vrij zwaar astma. En dan 3 keer per dag moet ik zo'n puff nemen. En dan heb ik lucht genoeg om met jullie te spreken bijvoorbeeld. Deze medicijn, daar zitten corticosteroïden in. En daar word ik echt, ik word er dik van. Ik hou er vocht van vast. En weet je, dat is ook niet goed voor je gezondheid. Daarnaast, als ik 1 puff neem, dan ongeveer tussen de 6% en 10% van het medicijn bereikt maar mijn longen. Dus heel veel medicijnen zwerven door de rest van mijn lichaam of komen überhaupt nooit ergens. Met predictive genetic testing zou je ook gepersonaliseerde medicatie kunnen bedenken. Waardoor je effectievere astma-medicatie kunt maken die rechtstreeks in mijn longen terechtkomt en niet 90% elders. Je zou ook kunnen denken dat ik misschien extra gevoelig ben voor corticosteroïden en de bijwerkingen daarvan. En dat zou je dan ook kunnen tailoren en kunnen aanpassen. Een ander aspect daarvan is bijvoorbeeld dat je gaat nadenken over hoe ga je om met overerfelijke ziekten. Als je weet dat ze dodelijk zijn. En dat je weet dat 1 iemand die jij getest hebt daarop, dat die het heeft en dat de kans 50, misschien wel 75% is dat de rest van de familieleden dat ook heeft. Dat mag je niet vertellen aan de rest van de familieleden, want daarmee doorbreek je het medisch beroepsgeheim. Dat is hartstikke goed dat het medisch beroepsgeheim er is, maar is het altijd
Welke belangen ga je wegen? Nou, super moeilijke discussies. Ik heb het antwoord niet, ga ik ook absoluut niet geven. Maar het zijn wel discussies die we moeten voeren met z'n allen. Dit is een van de meest ingewikkelde cases als je het hebt over dit kwadrant. En ik ga jullie nu allemaal vragen om je ogen dicht te doen. Humor me for a second. Denk aan de laatste keer dat je seks had. En misschien was je alleen, misschien was je met meer mensen, misschien was het wel zojuist hier, weet je, ik weet het niet. Maar ik zie aan jullie dat het leuk was en je hebt het echt naar je zin gehad, hè? Het was heel aangenaam. Nou, weet je, doe je ogen open. Het is gefilmd en het staat nu op Facebook, internet. Het is all over your workplace. Dat overkwam Chantal. En je kunt er van alles en nog wat van vinden over dat je je laat filmen als je seksuele handelingen verricht. Maar het gebeurt. Weet je, it is a given, it is a fact. Chantal die dacht, ja, maar ik wil het hier niet bij laten zitten. Degene die dit online geplaatst heeft, wil ik graag achterhalen. Want die moet gewoon gestraft worden voor zijn daad. Voor de inbreuk op mijn privacy. Dus zij ging naar haar school, het ROC, Midden-Brabant. Omdat ze wist inmiddels dat het vanuit die school gebeurd was. Het online plaatsen. De ROC zei, nee, wij gaan jou geen IP-adres geven waarmee je iemands identiteit kan achterhalen. Dat doen wij niet. Waarop Chantal zei, nou, hier is mijn advocaat. We gaan nu naar de rechter toe. Zij ging naar de rechter en zij kreeg van de rechter helaas geen gelijk. De vraag die daar centraal stond was, wat is belangrijker dat Chantal uit Werkendam de dader vindt die het seksfilmpje met haar in de hoofdrol op Facebook plaatste, of dat de privacy van 2500 leerlingen en docenten van het ROC West-Brabant gewaarborgd blijft? Geen eerlijke vergelijking, zeg ik je. En ik ga je nog wat verhalen vertellen over waarom je misschien dan nog steeds denkt dat het geen eerlijke vergelijking is. Eén aspect daarvan is het feit dat je geen zware privacy-inbreuk hoeft te hebben op 2500 leerlingen. Je kunt met een forensisch onderzoeker nauwkeurig pinpointen naar één IP-adres. Daarvoor hoef je niet de privacy van de 2500 andere personen te doorbreken. Weet je, dat kan. Haar privacy is flink geschonden. Ik neem, als ik dit verhaal vertel, altijd de Linda mee van afgelopen zomer. Leuk editie sowieso. Als je hem nog ergens op de kop kan tikken, staan prachtige portretten in van ethische hackers. Maar er staat ook een serie interviews in met vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van wraakporno. En bij twee ga ik een klein stukje voor jullie voorlezen daaruit. Deze dame, zij is Melissa en zij was het slachtoffer van wraakporno in de Roelvink-affaire. En zij vertelt, nadat het filmpje viral ging, durfde ik niet meer naar buiten. Ik was voortdurend bang dat mensen het over me hadden. Als ik al eens de deur uitging, zag ik vanuit mijn ooghoeken dat jongens pijpbewegingen maakten. Ik kreeg vreedbuien en ben 20 kilo aangekomen. Ik had totaal geen vertrouwen meer in mensen. Ik besloot te vluchten en naar het buitenland te gaan. Dat is er één. De tweede, Manon Thomas, bij jullie wellicht ook bekend. Presentatrice en daarna werd ze ook coach. Manon Thomas kreeg op een goed moment een conflict met haar buurman. Omdat de buurman liet zijn hond altijd op het grasveld poepen. En die ruimde dat niet op. En toen had ze aan de buurman gevraagd, wil je dat alsjeblieft opruimen? Want ik vind dat vrij vies. En die buurman die dacht, ik zal je krijgen. Die brak in haar schuur waar haar serverruimte stond. En die haalde daar haar privé filmpjes en video's van af, waar ook haar privé naakt en seksfilmpjes tussen zaten. En daarover zegt zij, we zijn jarenlang niet samen uit eten geweest, zei in haar gezin. Omdat we de blikken en opmerkingen van mensen wilden vermijden. Ik was zo boos om het verdriet van mijn kinderen en van mijn moeder. Ze moest meer dan eens haar hart laten checken, puur vanwege de stress. Mijn bedrijf heb ik moeten opdoeken. Dat heeft ons tonnen gekost. Mensen uit de politiek die ik coachte stuurden parfum en bloemen. Maar zeiden wel, sorry lieverd, we kunnen niet meer met jou gezien worden. Typische case waarin iets niet mocht, het ook niet deugde. En de dader ermee wegkwam.
Nou, dat kwadrant was nog niet helemaal af. We hadden nog één optie over. En ik noem dat altijd de heilige graal. En die heilige graal, dat is die waar het zowel mag als het deugt. Daarvan zijn heel veel voorbeelden te vinden. Want het gaat serieus vaker goed dan fout. En dat moet ik er meteen ook bij zeggen. Juist omdat we dit soort gesprekken, ook als privacy officer, maar ook als security mensen hebben, over wat mogelijke consequenties zijn als je iets verkeerd inricht. Dus het mag en het deugt. Ik ga geen sigaar uit eigen doos presenteren. Ik ga gewoon een ander voorbeeld geven van een ander bedrijf. Deltaloid. Deltaloid, verzekeringsmaatschappij. Die dacht op goed moment van, joh, weet je, wij krijgen natuurlijk geld van mensen die een verzekeringspremie aan ons betalen voor eventueel gestolen of verloren goederen. En wij moeten best wel vaak veel geld uitkeren. Kunnen we niet iets bedenken waar zowel degene wiens goederen gestolen worden, als wij eigenlijk blijer van worden? Zij zijn toen een samenwerkingsverband met een ander bedrijf aangegaan en ze hebben Sherlock ontwikkeld. En het is eigenlijk een soort big data analytics toepassing, op grond waarvan als een van de klanten van Deltaloid aangeeft, nou, een sieraad of een auto is gestolen, dan kunnen daarin allerlei specifieke kenmerken worden ingegeven. En dan gaat Sherlock op zoek naar of dat gestolen item. Het succespercentage is heel hoog. En dat betekent dat personen hun eigendommen terugkrijgen, de verzekeringsmaatschappij minder hoeft uit te keren. En de dieven vaak ook nog aan het eind gewoon gevangen worden, doordat de politie betrokken wordt in het hele loop van het onderzoek. En op het eind, als de dader in zicht is, daar dus ook actie op kan ondernemen. Dus dit is uiteindelijk een prachtig voorbeeld waarin je een maatschappelijke kans hebt, persoonlijke kansen, alles werkt. En er is ook nog een commercial benefit. Maar een hele kleine privacy impact. Er hoeven amper persoonsgegevens verwerkt te worden om dit mogelijk te maken. Afsluitend. Deze matrix, voel je vrij om hem gewoon te gebruiken in gesprekken. Als je het moet hebben over privacy of cases, nieuw business developments en dergelijke. Voornamelijk omdat je dan met z'n allen kunt aftasten in welke hoek van het kwadrant je zit. Of waar je in ieder geval niet wil gaan komen. Dus het kan je helpen in gesprekken. Het is geen heilig middel. Het geeft je ook niet alle antwoorden. Maar het brengt je wel weer een stukje verder om op een hoger niveau te denken. En uit dat, we moeten het nu zo goed doen voor de regeltjes van de wet. Want daarmee ben je er dus niet. Privacyproblemen los je met z'n allen op door over te praten. Dat is mijn finale stukje boodschap wat ik aan jullie wil meegeven vandaag. Dankjewel, Rachel. Mooie bijdrage aan deze bootcamp. Niet elk bedrijf zal een privacy officer hebben. Wat staat er eigenlijk op jouw takenplaatje? Wat vraagt KPN van je? Formeel, ik moet officieel nog benoemd worden hoor, als functionaris gegevensbeschermer, maar ik ben privacy officer en dat betekent dat je mag advies geven, gevraagd en ongevraagd. Je moet daarop ook toezicht houden, controlerende taken zitten daarin. En uiteindelijk ben je ook eindverantwoordelijke, maar daarbij ben je ook hulp voor business. Dus het is een vrij forse taak die soms ook wel lastige aspecten in zich heeft, omdat je soms moet adviseren, maar ook moet controleren tegelijkertijd. Ja, maar als vanuit KPN, wat is de gedachte geweest om een privacy officer neer te zetten? Van hey, dat is een thema, dat kan onze juridische afdeling niet alleen af? Eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen, was dat voor KPN bijna een no-brainer. Het hele bedrijf bestaat uit enen en nullen. En dat red je niet gewoon alleen met een jurist of met een security afdeling. Heb je super hard nodig. Maar je hebt gewoon die onafhankelijke entiteit in je bedrijf nodig die je vanuit de kennis en ervaring helpt om het dus het goede te doen en het beste te stimuleren in het bedrijf. Ja, maar, want wat jouw achtergrond is, ben je jurist of ben je psycholoog? Ik ben van alles en nog wat. Ik zat te bedenken, toen ik mijn ogen dicht had, toen dacht ik gewoon, wat zal zij doen? Ik dacht helemaal niet aan seks. Ik wil het niet weten. Daarom vraag ik ook nooit naar wat je gedacht hebt. Maar ik heb een journalistieke achtergrond. En ik heb inderdaad ook een juridische achtergrond. En ik heb heel veel in security business units gewerkt. En ik moet heel eerlijk erbij zeggen, mijn moeder is psychotherapeut. Dus dat heeft af en toe natuurlijk ook wel zijn sporen wel een beetje achtergelaten. Ja. En
Is het nou zo dat jij vaak je eigen organisatie, management en zo, tegenover je hebt staan of heb je die als medestander? Ah, dat weet je, je kunt ze nog steeds tegenover je hebben staan. Marketing en commercial, dat blijft soms een heel lastig gesprek. En ik zeg altijd, weet je, je bent geen privacy officer geworden om populair gevonden te worden. Dus dat betekent dat je soms gewoon heel erg op je streep moet staan en nee moet zeggen. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er een hele grote beweging is, ook bij KPN. Waarin mensen zeggen, ja, weet je, dit is zo belangrijk, maar het is ook belangrijk voor mijzelf. Want ik ben ook werknemer en het gaat ook om mijn privacy. Ja. En ik ben ook klant, dus het gaat ook om mijn privacy. En je ziet dat mensen het zich steeds meer eigen maken en daarom belangrijk vinden. En dus ook vanzelf eigenlijk een beetje meestander worden daarin. Ja. 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 Ja, wat mij opviel, maar dat, ik zeg het maar gewoon, het is heel grappig. Je hebt je I love privacy. En ik vond dat je presentatie ben je eigenlijk heel open. Ja. Ja. Ja, maar weet je, ik zeg dat is dus zeg maar precies waar privacy om draait. Dat je de vrijheid hebt om datgene over jezelf te delen met het publiek dat jij uitkiest. En ja, wie denkt dat hij heel veel over mij weet na dit verhaal, die komt toch wat bedrogen uit. Okay. Zijn er mensen die verder in die ijsberg willen gaan onderzoeken? Ja, kom mee toe. Ik ben Steven van der Pol. Ik kom uit dezelfde generatie privacy afstudeerders als Rachel. De vier kwadranten. Afgelopen eergisteren nieuwe bevoegdheden voor sociale verzekeringsbank. Ach, van alles nog wat, mogen hacken enzovoorts. 21 maart, referendum sleepwet. Welk kwadrant? Mag niet, deugt niet? Volgens mij heb je het zelf al beantwoord. Ik ben geen fan. Ik ben heel kritisch op wie wat mag doen. En ik vind dat als je de bevoegdheid te ver uitbreidt, dat je daarmee een heel groot risico loopt op een enorme privacy inbreuk voor de burgers. Nou. Dankjewel. Wie nog meer? Ja, ik kom naar je toe. Joab de Lang. In het begin zag ik een driehoek omgekeerd. Ja. En helemaal onderin het onderste topje, daar had je het over persoonsgegevens, maar daarboven had je het over informationele privacy. Ja. Wat is nou het verschil tussen die twee? Ja, het verschil, dat is het leuke, wordt steeds kleiner. Waar in de jaren 60, en dan moet je maar eens het werk van Alan Weston lezen, die heeft die term echt bedacht. Toen had niemand eigenlijk nog heel erg nagedacht over het begrip persoonsgegevens. En hij was eigenlijk de eerste die ging nadenken over informatie van personen. Maar daar bedoelen ze eigenlijk alle informatie bij. Dus ook wat je nu metadata zou noemen. De hele wolk aan informatie om een persoon heen. Het begrip persoonsgegevens is vanaf het begin af aan eigenlijk vrij smal geweest en is de laatste jaren steeds verder uitgebreid. En als je kijkt naar bijvoorbeeld ook de wetgevingsinitiatieven op het gebied van e-privacy vanuit de Europese Unie, die moet bijvoorbeeld onze telecommunicatiewet dan gaan aanpassen, dan zie je ook dat ze ineens metadata nu ook onder dat begrip willen gaan brengen als privacygevoelige gegevens. En dat is eigenlijk een beetje, we zijn dus een beetje naartoe aan het groeien. Dus het zou heel goed kunnen dat die, nou ja, toch een beetje bijgesteld moet gaan worden inmiddels. Ja. Ik zag daar nog een hand. Ja. De laatste, want we moeten door naar de... Ik kom naar je toe. Mag ik even hier voorlangs? Ja. Oké, Jeffrey. Hi. Rachel, hi. Ik zat na te denken toen je het had over reasonable expectations. Ja. En het voorbeeld wat je gaf, want die vrouw mocht ervan uitgaan dat ze niet afgeluisterd zou worden. Ja. Maar als ik dan denk aan mijn eigen situatie, zou ik het helemaal niet zo raar vinden als ik om allerlei wetgeving of andere dingen... dat er meer dingen van mij bekend zijn dan wat ik zou willen. Ja. Dus is het niet zo dat als er maar hard genoeg gehamerd wordt tegen wat wij eigenlijk verwachten, dat die reasonable expectations constant opschrijven? Dat zou zomaar kunnen. En dan moet je ook wel inderdaad beseffen dat deze zaak, toen die ooit begon, 2003. Dus we zitten al heel veel jaren verder. En ik zou me zomaar kunnen voorstellen dat een Europees Hof inderdaad momenteel zou zeggen in een vergelijkbare zaak, je hebt geen reasonable expectation. Ja. Dan is het einde toch zicht. Soms denk ik dat wel, maar daarom moeten wij met z'n allen nog veel harder roepen dat we gewoon veel beter dat grondrecht moeten beschermen. Want het gaat over een grondrecht, het hoogste recht wat je als een burger hebt. Dankjewel. Dankjewel Rachel. Alsjeblieft. Voor je presentatie. Mooie bijdrage aan deze bootcamp.